een slechte gedachte. Dat ik hier een vlees op liggen wat mishandeld is. Dat zal ik niet kunnen verkopen. En maar goed, ik doe dus ook mensen die een paard hebben, het verzorgen dat het paard dus met dezelfde hen komt. Op dat paard, de regeling allemaal, dus de papieren en het contact met de slachthuizen zo dicht mogelijk in de buurt. Je bent ook een soort van uitvaartverzorger. Ja. Kijk, als ik dus naar iemand toe ga die een paard heeft en dat paard is weg, dan ga ik natuurlijk niet in mijn slagersstukjes doen. Je gaat ook niet in de slag pakken natuurlijk, maar ja, een beetje stappenkleding. Ga je naar iemand toe en ja, dan moet je dus ook wel een contact en een tekst volgen. Heel mooi. Taxgedrag, ja, dat heb ik ook, ja. We hebben de afspraak gegeven tegen 9:30 voor stand.nl. Iedereen moet automatisch donor worden tenzij het bezwaar maakt, is de stelling. Nou, de eerste stemmetjes zijn al binnen, 136 stuks om precies te zijn. 47% tot nu toe eens, 53% oneens. En u kunt bellen 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik ben Nico van Schoot. Nico. Ja, ik ben het oneens met die stelling. En waarom? Nou, dat, ik denk dat dat een heel principe kwestie is. Dus ik denk niet dat je mensen bij default donor mag maken. Ik ben zelf ben donor en heb ik zelf gekozen. Dat is een beetje uit. Kinderen van 18 kunnen wel ontvangen, maar daarna, nou, als je wil geven, kun je ook ontvangen. Dat lijkt me